uitwaaien aan de Amstel. Misschien als die jongens in de stress zitten, en dat zaten ze volgens mij afgelopen zondag. Dat ze een beetje een rustig plekje op zoeken. Dan kunnen ze even een beetje uitwaaien onder de rook van Amsterdam. He? Als er een beetje druk op komt, dan wordt het niks, hè? Nou, dat hebben we gezien zondag. Zakten wij door het ijs of zakten we door het ijs? Elke tegenstander die tegen Ajax volle bak erop klapt, heeft Ajax een probleem. En dan krijg je nu NAC uit. Die doen hetzelfde. Zwolle thuis. En dat zijn allebei clubs die hetzelfde gaan doen. Eigenlijk is het te triest voor woorden dat als je gaat kijken naar de uitblinkers bij Ajax, die staan in het doel of die staan er net voor. Ja, en vroeger was het zo dat wij uitblinkers hadden in de voorhoede en op het middenveld. Hoeveel wedstrijden heb je geleden gespeeld? 6? Ja. Nou, ik denk dat je 30 minuten goed voetbal hebt gezien. Als je toch ziet hoe die Deen die we daar aan de linkerkant hadden lopen, die Andersen. Ik weet het niet hoor. Het schijnt dat hij op de training in de pannen van het dak voetbalt. Ja, en weet je wat de pest is? Op het moment dat zo'n jongen eindelijk rendement in Ajax 1 hebt, dan verkopen ze hem weer. Ja, precies. Nou ja, goed, maar ik heb het rendement bij die jongen nog niet gezien. Sterker nog, ik heb het helemaal nog niet gezien. Aangezien we ook niet bij de training aanwezig mogen zijn, zou je het waarschijnlijk ook nooit zien. Nee, je mag steeds minder. Afgelopen zondag, het is natuurlijk leuk als je je aanpast aan het niveau van de tegenstander. Hè? Ja. Want laten we het dan maar een beetje positief bekijken. Ja. Op zo'n manier, daar binnen is altijd lekker. Maar ik denk dat je je diep moet schamen en dan ook heel diep. We zijn wel negatief. Ja, noem mij nou eens één ding waar je positief over kan zijn op dit moment. Ik denk niet dat we negatief zijn, ik denk dat we reëel zijn. Realistisch. Je wordt gewoon compleet overlopen. Overal wist je dat die kakkelakken volle bak zouden gaan aanvallen, want die moeten, die hebben geen keus. Ja. En dan, iedereen weet het, behalve die 11 die in het veld staan, die zijn verrast, ja. Ik vraag me wel eens af of dit de ondergrens is geweest waar je nu, zoals je afgelopen zondag gevoetbald hebt. Of het nog erger kan. Hè? De eerste 0 die we gehouden hebben is uitgerekend afgelopen zondag geweest. Dus. Tegen Jos ging het toch goed? Ja, nou ja. Tegen NAC zullen we echt uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Dan weet je ook weer dat die jongens erop gaan klappen. Ik denk dat tegen NAC de boer de mannen maar eens van de jongens moet gaan scheiden. Ik denk als bepaalde spelers weer niet thuisgeven, dat je gewoon maar moet zeggen van joh, ga het maar eens een halfjaartje in Jong Ajax proberen. En met alle respect voor Sigtersson, maar ik zou het nu toch ook wel heel leuk vinden als er een keer een spits opgesteld wordt die een doelpunt maakt. Maar het voetbal is net zo triest als het weer en ik ga nu naar binnen toe. Kijk, en dat is nou die Ajax mentaliteit, hè. Een paar spetters en de echte kerels die blijven staan. Zaterdag, godsamme. 0-3. Ja, Ajax wint. Geen probleem. Toch een positieve noot. Toch een positieve noot. Ben ik snel of niet?